Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe video. Ik laat vandaag mijn... ik zit achter de camera trouwens. Hallo. Ik laat vandaag mijn nachtkastje zien. Ik wou make-up test zeggen. Maar mijn nachtkastje zien. Wat er allemaal op mijn nachtkastje staat. Er was namelijk gevraagd of ik mijn volledige verzorgingstest een keer wil laten zien. Nou, dat ga ik in stapjes doen. Ik begin op mijn slaapkamer en daarna gaan we richting mijn beautykamer. Dit is in ieder geval deel 1. Dit is mijn nachtkastje. Het is een rood nachtkastje van de IKEA. Zo'n ding van 5 euro of zo. Daar staat zo'n eikeltje van de Body Shop of Apple. Weet ik veel wat het is. Daar zitten verzorgingsproducten in. Nachtcremes, allerlei crempjes. En daar zit Rijn daarachter. Reinigingsproducten en overige troepjes in. Ik ga wel inzoomen en het allemaal laten zien. Dit is het eerste bakje met spulletjes. Hier zitten dus, zoals ik al zei, vooral de crempjes in. Hier zit een pot van Balea in. En daar smeer ik 's avonds graag mijn benen even mee in. Of mijn armen, of net wat er droog is. Dat vind ik een hele fijne crème. Hij ruikt heel erg naar Nivea. Dus die vind ik heel fijn. Hier zit een dagcrème in. Soms smeer ik hier... Ben ik trouwens wel scherp? Weet ik niet. Soms smeer ik hier dagcrème en soms boven. Voor ik mijn make-up doe. Ligt er net aan wat voor dag het is waar ik zin in heb. Deze is heel lekker luchtig. Heel lekker licht. En dat heb ik in de zomer echt nodig. Een nachtcrème gebruik ik nu dagelijks. Ja, iedere avond. Dit gebruik ik vooral in de zomer. Het is natuurlijk einde van de zomer. Als ik wat verbrand ben, dan vind ik deze heel erg fijn om mijn gezicht, ja, mijn gevoelige huid dan op dat moment even te verzorgen. Twee producten die ik dagelijks gebruik. Een serum van de Body Shop doe ik onder mijn gezichtscreme. En een oogcreme van de Body Shop die bijna op is, maar allebei heel erg prettig. Een voetencreme die zat in het kitje wat ik van een vriendin kreeg. Daar zag je de handcreme al voorbij komen in een opgemaakte video. Vind ik heel erg fijn. Hij ruikt helaas niet zo lekker als de handcreme. Er zitten ook spullen in die ik echt niet dagelijks gebruik hoor. Een Estée Lauder Nightwear, of hoe heet dat spul? Advanced Night Repair, een kleintje. Die heb ik nog eentje en die vind ik heel erg fijn. Body Shop Night Oil, of hoe heet dat spul? Overnight Serum Oil gebruik ik één keer in de week. En dan komt de vrachtauto voorbij. Mijn nachtcreme die ik nu even niet gebruik, omdat die nou iets te voedend is. Ik hoor mijn vader op de achtergrond praten. Die is nu even iets te voeden, maar die ga ik in de winter weer gebruiken. Dit hoort er niet. Balea Aqua. Dezelfde lijn als de dagcreme voor onder mijn ogen gebruik ik in de ochtend. Lipproduct, lipbutter. Hele fijne trouwens. Een van de fijnste tot nu toe. Handgel. B-pantene gebruik ik vaak op droge plekjes. Rond mijn neusvleugels kan het nog alles droog zijn. Is ook bijna op. Pillen die hier niet horen. Magic Summer word je langzaam een tintje bruiner van als je die dagelijks smeert. Tea Tree Oil. En natuurlijk Lemony Flutter van Lush. Dit was het eerste pakje. Hier staan nog twee producten van de Body Shop. Dit is de citroen body lotion. Die gebruik ik graag voor in de zomer om de muggen tegen te gaan op mijn handen of zo. En deze is de Ginger Sparkle handlotion. Hier staan watjes van de Macro zitten er op het moment in. En dan gaan we verder naar dit bakje. Hier heb ik twee van die sprays staan. Die gebruik ik 9 van de 10 keer als toner. De Tea Tree Water vind ik heel fijn voor mijn vette huid. En de vitamine E. En die doet ook nog verbazend veel voor mijn vette huid. Weer twee producten van de Body Shop. De Seaweed Cleanser gebruik ik ook voor de vette huid. En als ik geen tijd heb om mijn gezicht met water te reinigen, gebruik ik dit. En een toner. Micellair reinigingswater, wat ik nu op dit moment gebruik. Een tonic van Balea. Deze gebruik ik als ik een face wash heb gebruikt onder de douche. Gebruik ik deze, vind ik ook heel erg prettig. En die van Balea die wissel ik af met deze, de cleansing lotion. En hier zitten nog watjes in. Dan verderop zitten nog wat oninteressante dingen, zoals homeopathische slaapmiddelen. Ik slaap nogal eens lastig en dan gebruik ik die. Sorry voor het geluid op de achtergrond. Dit was alles wat er op mijn nachtkastje staat. Nou heb ik op mijn slaapkamer nog een beautyhoekje en dat ga ik nu laten zien.
Dit is het gedeelte wat op mijn beautyhoekje staat. Dit zit netjes in een bakje en daar ben ik heel trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Het zit verdeeld in vakjes. 3 vakjes hier en grote, 2 kleintjes achter. En hier zit mondwater in van Crest en een gewone. Gebruik ik allebei om de dag of zo, weet ik veel. Een haarcreme van André Lon, de Keratin Repair. Een serum van Gliss Goor, vind ik heel erg fijn. En 2 olies die ik niet per se voor mijn haar gebruik, maar ook voor mijn nagels bijvoorbeeld. En deze neem ik vaak mee op reis. Een haarspray maak ik iedere maand op. Ik zet even wat dichterbij. Een haarspray die ik iedere maand opmaak en die zit daarachter ook nog eentje. De ene is de oil spray en de andere is de highlights. Een anti-frizz spray en een beschermingsfactor voor de föhn. Oh. Een soort haarlak, haargel, weet ik veel. En dan krijg ik natuurlijk niet meer terug. Potverdorie, want er zit een flesje bio-silk in de weg. En nog eentje van Balea. Daar zitten nog wat deo's. Even recht zitten. Nog wat deo's, een spray van Rexona en eentje van Nivea. En dus deo die ik nu op dit moment gebruik. De Stick Deo van Secret. Dit was mijn filmpje, deel 1 van mijn verzorgingsproducten stash. Kijk uit naar deel 2, die komt er binnenkort aan. Ik durf niet te zeggen wanneer, want ik heb het echt heel erg druk op dit moment. Maar hij komt eraan. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en graag tot de volgende video. Doei!